Ik had op voorhand aan Ben gevraagd om niks te vragen over mijn job. Ik zeg, ja, ik ben postbode, ik mag volgens de gedragscode niks negatiefs zeggen over mijn werkgever. Ja, ik dacht, die begrijpt dat wel, maar ja, die wou daar dus niks van weten. Oké, en wat doe je in het leven? Ik ben, ja, laat ons zeggen dat ik actief ben in de distributie. Wat is dat eigenlijk concreet in één zin? Ja, ik sta in voor de verdeling van epistolaire materie en ook collega-relateerde sorteerwerkzaamheden. Dat was een moeilijke zin. Toch voor mij. Ja, ja, postbode. Ja. Ik ben postbode. Oké. Okay. Kunnen we het misschien over iets anders hebben? Je twijfelde zo lang om dat toe te geven. Ja, maar ik wil daar gewoon liever niet zoveel over kwijt. Je neemt veel hooi op je vork. Ja, nee. Allee, dat valt wel mee. Sommige dagen zijn zwaarder dan andere, maar ça va. Ondertussen zit je tegenspeler al 10 minuten zo te wachten. Zee, ik dacht gezag. Wanneer is die aan mij? Veel succes. Nee, ik ben niet aan het zagen. Hier is Elias Elouari. Dat tijdens die quiz zelf lijkt hij een beetje gekalmeerd te zijn. Hè. Ronde 1, ronde 2, geen enkel probleem. Maar nee, ik kon het blijkbaar toch niet laten. Welke Canadese rapper had vorig jaar een hit met Godspeed? Drake. Dat weet hem ook al. Ik dacht dat hij geen vrije tijd had. Ja. Hey, gast. Ik had hem dat in alle vertrouwen in de backstage verteld. Hè. Dat ik het wat moeilijk had op mijn werk, dat ik wat weinig vrije tijd had. Maar ja, hij was vertrokken, hè. Zoekt u toch een betere job, hè? Fuck. Jongens toch. Er is werk zat, heb ik gelezen. Ik ben tevreden als postbode. Wat blijft er? Meen je dat? Maar ja, ça va. Allee, het is misschien soms een beetje eentonig, maar dat maakt mij helemaal niet uit. Allee, ik heb zo elke dag mijnzelfde route. En oké, dat is een beetje saai, maar voor mij is dat totaal niet erg. Heb je al ooit iemand weten solliciteren? Ik zou graag een saaie job hebben. Dan moet die finale nog beginnen. Welke Yoko lag in 1969 samen met John Lennon een week lang in een Amsterdams hotelbed? Ono. Kijk, ik die letters niet nodig om dat te raden. Hè. Postbode natuurlijk. Dat is een verschrikkelijke kutjob. Ai, ai, ai. Ja, ik weet het, maar ik kan het niet zeggen. Allee. Ik mag dat niet zeggen, Ben. Ja. Postbode. Olle, nee. Oh, nee. Ik heb een keer getimed en uiteindelijk geef ik het juiste antwoord een halve seconde te laat. Maar ja, je hebt het wel gezegd, hè. Verschrikkelijke kutjob is gelijk aan postbode. Dus ja, job kwijt. Maar ook geen tv en geen prijzengeld. Ik ben alles verloren die dag.